Meneer Lebes, 14e keer Oktoberfeest van 12 tot en met 17 oktober. Prachtige opening en dan een geste voor Maurice. Voor Maurice Dorsers, de super, echte super vrijwilliger die ons twee weken geleden helaas ontvallen is. Een man achter de schermen, maar gewoon onmisbaar. Wat me sowieso opvalt is dat ook het programma dit jaar vernieuwd is in de zin van het principe. De slagers die worden wel nog gezongen door de bands die gecontracteerd worden of door de solisten die gecontracteerd worden. Maar we hebben niet meer, met alle respect, de lichting slagerzangers waar mijn ouders bij wijze van spreken op hebben leren dansen. Omdat die artiesten ook gewoon fysiek qua stem niet meer in staat zijn om dat programma te bieden. Dat moet je op een bepaald moment ook durven te constateren. Dat hebben we geconstateerd. Daar trek je lering uit en dan pas je je programmering aan. Maar die bands die nu gaan optreden, die weliswaar oude nummers ten gehore brengen, maar wel in een nieuw jasje of met een nieuw sausje. En dat is denk ik goed om die oude nummers ook weer naar die nieuwe generaties over te dragen. Het programma is zo breed dat iedereen wel in het programma iets terugvindt waar hij of zij speciaal voor gaat komen. Zaterdagmiddag Woodstock van de blaasmuziek. Ja, dat is echt ook iets voor ouderen om een polonaise door de tent te gaan, of niet? Nou, als je ziet dat ook bij jongeren de blaasmuziek als zodanig leeft. Als je ook ziet in de harmonie- en fanfarewereld. En ik weet dat ook wel een beetje vanuit de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Dan zie je gewoon dat de jeugd ook dat soort muziek best aanspreekt. Maar wat is er mis mee om ook een goed programma aan te bieden voor de ouderen? Want per slot van rekening, ook bij ons hier in Sittard-Geleen, neemt het aantal ouderen toe. En die mag je ook een stuk entertainment aanbieden. En het is gratis, dus laagdrempelig voor iedereen die wil komen. Ja, bestaat de mogelijkheid om te komen. Brand Weitzen gaat een alcoholvrij bier presenteren op het Oktoberfeest. Nou, we hebben het de laatste dagen in de media gehoord. Dat... Komt Joep van het Hek ook? Nee, die is raadloos, geloof ik, in die zin. Nee, wat je ziet is, de laatste dagen lees je dat, hoor je dat, zie je dat op verschillende media. Dat alcoholvrij bier toch een impuls heeft gekregen. De Radlers, noem maar op. Ik weet niet of ik reclame in die zin mag maken, maar het is langzamerhand gewoon niet een merknaam, maar een productnaam geworden. Ja, wat je ziet is dat mensen toch bewust zijn, en dat willen we ook, bewust zijn, dat je met alcohol achter de kiezen niet achter het stuur mag gaan zitten. Dus daar is een 0,0 bier, en zeker een Weitse bier, wat je dus toch in de stemming brengt, is eigenlijk een plus bij het Oktoberfeest. Ja, het is geweldig als je naast het echte bier, het gewone bier, hoe je het ook wil noemen, ook een variatie aan alcoholvrije bieren hebt, zodat je het ene kunt doen zonder het verstandige te laten. Overal inwisselbare munten in alle tenten, dat is toch echt een hele grote sprong naar voren. Ja, goed, nogmaals, de tenten zijn verpacht aan verschillende organisaties, stichtingen, hoe je het ook wil noemen. Ja, die hebben hun eigen verdienmodel, hun eigen afrekening met de verenigingen die meewerken. Dan moet je het wel goed kunnen regelen. Niet dat bij eentje alle penningen, alle munten worden gekocht en bij de ander alle uitgaven worden gedaan, want die uitgave is het consumeren, het is het opmaken van het bier dat je moet inkopen. Dus het moet wel verrekenbaar zijn, afrekenbaar zijn. Maar het is wel een behoorlijke stap voorwaarts, zodat je niet met 25 soorten, met een aantal soorten bonnen, muntjes of wat dan ook, over dat festivalterrein gaat showen. Ik denk dat het inderdaad een goede stap voorwaarts is. Vorig jaar hebben we hier gestaan in Sittard met een hele zware gereedschap en die waren daar stronken aan het zagen. Dit jaar hoor ik daar niks over. Nee, die hebben het afgelopen jaar in het kader van hun programma het betreffende weekend kunnen uitkiezen. Er wordt nu gekeken of een dergelijk kampioenschap toch hier kan worden gehouden. Of in elk geval in Limburg. Maar dat hangt ook weer samen met de kalender waarop bepaalde evenementen plaatsvinden. Net zoals bijvoorbeeld dat nieuwe wielrengebeuren, de Hammerseries. Daar is nu Stavanger bij, daar zit Hongkong bij. Dat vindt op verschillende momenten na elkaar plaats. Het kan best zo zijn dat we na twee jaar, want dit jaar is het weer begin juni, tot we het volgend jaar ineens ook een tijdje later in het seizoen zitten of een tijdje eerder in het seizoen. Dat heeft ook te maken met de kalender. Maar dit zijn wel activiteiten die weer iedere keer een nieuw cachet, een nieuw onderwerp toevoegen aan het Oktoberfeest. DJ Dirndl, 14e keer Oktoberfeest. Wat vinden ze van het programma?
Ja, super chic. Er staan een paar dingen bij die al lang op mijn verlanglijstje stonden, mijn persoonlijke verlanglijstje. En die zijn nu terugkomen. En klopt, mijn jaren 80 hart gaat heller. Spider-Murphy Gang, helemaal goed. En Falco? Ja, ook heel chic. Ja, absoluut. Ja. En wat wordt de wieset? We zijn heel vreugd. De musje vallen van het dakje. Het is 28 graden, maar het wordt weer de wieset. Daar is het nog echt een vreugd voor. De Moffer is in de zomer een beetje gaan loesteren, wat een beetje interessant is, wat blijft hangen. En voor hetzelfde geld kunnen we in september gedoet, wat de plaat wordt. En ik ga natuurlijk even een muntje loesteren, wat daar het leedje is. Steeds ze nog immer achteraan op de bühne of heb ze het nu geregeld dat ze een beetje naar voren komt? Ze steeds er zo een beetje zo zielig achterin. Dat is alles behalve zielig. Dat is heel fijn werken. Dat kan me nemen aan mijn arm en mijn been trekken. Daar zie ik alles, daar hoor ik alles. Dan kan ik vanuit de backstage aangestuurd worden. Ik sta niet aan de bouwen, ja. Voor het pleitje is het leuker om er ook aan te staan. Maar dat technisch rondzingen in de microfoon, boven in de basspeaker staan, dat je de ganse ruggenmerg doorheen rammelt. Ik sta heerlijk te bouwen. Ik ben er echt blij mee. We gaan voor de eerste keer met z'n allen naar München. Ex-messen en een Sjernvrouw en nog een grotere groep ook tegelijk daar. Dat nog over alvast veel prijven voor zitten. Wie lang? Ik geloof voor 5 dagen, van maandag tot de donderdag. En dan geeft zelfs een beschermvrouw met, hè? Ja, Jackie, DJ Dermal ook wel. Die geeft als beschermvrouw met. Die heeft vorig jaar met Oktoberfeesten gevraagd of ze als beschermvrouw wou zijn. Ja, en ze werd natuurlijk de ins en outs van München, hè? Die heeft als rondleiden daar. Ja. Heb je een beschermvrouw nodig? Ja, in zekere zin waar. We zijn toch een meidenvereniging. En het is altijd leuk als de EMS Hubs wat ook in de Oktoberfeesten zit en je meer ingangen hebt. Dus Jackie zorgt er gewoon veel dat we een nog leuker Oktoberfeest krijgen dan dat we nu al hebben. En wat deed een beschermvrouw van de ex-missen dan precies? Met zo goed mogelijke raad en dat ze bijstaan. Samen met ze vergaderen, gaan ideeën bedenken. De vrouw een beetje proberen op één lijn te houden. Is dat moeilijk? Een beetje de man moet hangen. Nee, dat is niet lastig. Nee. 4 vrouwen aan een dus. En dan moet een beslissing genomen worden. Wie doet je dat? Ik denk dat ze het zichzelf ook kunnen voorstellen, of nee? Een hoop gekakel. Ja. Maar wie beslist op het einde? Wij beslist? De beschermvrouw, of nee? Ik kijk ze alleen aan. Dat is genoeg? In dit geval wel. Maar altijd komt het goed. Ja. We zijn helemaal goed bijna afgestemd, maar we zorgen er altijd voor dat iedereen wel zijn mening kan delen. Dus dat kan altijd goed. Heb ze een favoriete bandetje hoor? Wat ze zei van, oh. De Brinks. Nog immer? Nog immer. Sta ik weer vooraan. Volksclub? Vind ik ook leuk. De muziek of de jongens? Ik gewoon toch voor de muziek. Ja, wat ik gewoon geweldig vind, ja, dat zei ik het vorig jaar al en ik geloof ook al het jaar daarvoor. Ja, dat is die Guido Horn en die orthopedische strumpf. Die, ja, dat is gewoon entertainment. Dat is gewoon, ja, als iemand onder de categorie prettig gestoord mag worden geschaard, ja, dan is dat die Guido Horn die gewoon eigenlijk niet meer weg te denken is bij het Oktoberfeest. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar doe hurst nogal veel, hè? Maar de nieuwe mis oktober, dat kan ze nu wel vertellen. Hè? Ik zou willen dat ik kon zeggen van ik weet het, maar nou. Nee, zelfs als afgelopen jaar Sjernvrouw geworden van de ex-messen, nog niet genoeg inside information. Nee.